van Heekpark, waar sportclub in 1918 is begonnen te voetballen. Tot 1956. In 1958 is er een beslissingwedstrijd geweest tegen DOS Utrecht in de Goffertstadion in Nijmegen, waar sportclub in de verlenging met 1-0 verloor van DOS. En DOS werd dus landskampioen en sportclub was tweede van het land geworden. In 1943 speelden hier ADO en Feyenoord, Heerenveen en Willem II, clubs die momenteel nog in het betaalde voetbal bezig zijn. Alleen sportclub zie je daar niet meer, die speelt momenteel tweede klas amateurs. Er stonden 20.000 mensen langs de lijn en dat was uniek in die tijd. Vandaar dat de accommodatie niet voldoende was. Platte wagen lieten ze aanrukken, van de firma Beunk was dat toen. En er kwamen kistjes op te staan, zodat de mensen daar overheen konden kijken door op die kistjes te gaan staan. Ik heb bij die wedstrijden met het A-elftal voorwedstrijden hier gespeeld, om het publiek bezig te houden in afwachting van de echte wedstrijd. Met het A-elftal tegen Enschede Boys, Nubantia, Heracles en noem maar op. En dat was een geweldige belevenis, want die 20.000 mensen die stonden er al. Bioscopen hebben nog nooit zo vol gezeten als in de oorlogsjaren. Heel vreemd. Maar de mensen wilden een afleiding voor hun narigheid thuis en op school en op het werk. In de oorlogsjaren mocht Feyenoord, tenminste in 1943 niet, niet in de Kuip spelen. Omdat het te gevaarlijk was in verband met luchtaanvallen. En toen moesten ze uitwijken naar een ander terrein. En dat werd het Goffertstadion. En dat was dus een thuiswedstrijd van Feyenoord. Sportclub won die wedstrijd met 1-0. Ik ben erbij geweest, dat was ook heel vreemd, heel bijzonder entourage. Ze stonden arm in arm als een soort provocatie ten opzichte, zo heb ik het opgevat, ten opzichte van de Duitse bezetter. Wij zijn Nederlanders, wij staan hier arm in arm. Het is heel, heel mooi. Daar stond ook een grote hoge staantribune, niet overdekt, maar opgehoogd met zand. En dan stonden die trappetjes daar, kon je dan omhoog klimmen. En daar achter de doelen stonden ook van die verhogingen. Het was werkelijk, als het uitverkocht was in ieder geval, een geweldig entourage. Alleen het laatste oorlogsjaar, de hongerwinter dus, toen lag alles stil. Want ook met de spoorwegstaking, vervoer naar de andere plaatsen kon dus niet. Toen lag de competitie stil. Maar anders is tot juni 1944 is er gewoon gevoetbald. De amateurafdelingen bleven zelfstandig, maar de betalende groepen, die gingen met elkaar fuseren en werden dus FC Twente. En ja, die gloriejaren van sportclub heb ik er voor een groot deel meegemaakt. Ik ben dit jaar 74 jaar lid. Straks in oktober, dan is er een jaarvergadering, dan zal het wel gememoreerd worden, denk ik. En volgend jaar uiteraard, in mijn leven en welzijn, is het 75 jaar.